Dividendbeleggen wordt steeds populairder. Mensen willen graag een passief inkomen opbouwen in de vorm van een dividend. Echter weten we ook hoe gevaarlijk en risicovol investeren in losse aandelen kan zijn, waardoor ETF's voor de meeste beleggers een betere keuze is. Maar wat zijn nou de beste dividend ETF's? In deze video ga ik stuk voor stuk met jullie langs bij mijn 5 favoriete dividend-ETF's, waar je mooi passief inkomen mee kan verdienen. Welkom bij Rijker Beleggen. Het kanaal voor als je kennisrijk wilt worden op het gebied van beleggen. Vandaag dus dividend-ETF's. Om maar te beginnen met mijn nummer 1 en mijn favoriete ETF, de Fidelity Global Quality Income ETF, met als sticker FGEQ. Dit ETF volgt kwaliteit-aandelen over de hele wereld met een hoge dividend-yield. Het fonds is 285 miljoen euro groot en bestaat sinds 2017. De aandelen worden fysiek aangeschaft en de dividend wordt uitgekeerd. Voor dit fonds betaal je een 0,4% expense ratio, kosten dus van 4 euro op 1000 euro belegd en dit is al verwerkt in de koers. Ook niet geheel onbelangrijk, de dividend yield, die is op dit moment 2,25%. In totaal belegt het ETF in 248 aandelen over de hele wereld, in voornamelijk mega, large en medium market caps. De top 10 van dit ETF is goed voor 14% van het totale fonds, met als grootste positie Apple met 3,9% Daarna Microsoft met 3,3% en Nvidia op nummer 3 met 1,1%. Je zit vooral vertegenwoordigd in de Verenigde Staten, waar 67% van de bedrijven in dit fonds gevestigd zijn. Verder zit je nog in Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Canada en nog een hele hoop andere landen. Dit ETF heeft een allocatie van 20% in technologie, 13% in gezondheid en nog eens 13% in de financiële sector, 11% in de consumentengoederen en nog eens 11% in de industrie. Al met al zit je met het ETF dus gespreid over de hele wereld met bijna 250 aandelen in alle sectoren. Maar hoe worden deze aandelen eigenlijk uitgekozen? Nou, daarvoor gaan we kijken naar de index methodology, de tussenhaakjes regels van het fonds. Allereerst moet het aandeel natuurlijk verhandelbaar zijn en heeft het volume of liquiditeit nodig. De aandelen met het minste volume, dus het minste aantal handelingen, worden niet in het fonds gestopt. Verder moeten er natuurlijk dividend uit worden gekeerd. Aandelen die geen dividend uitkeren, worden dus ook niet in dit ETF gestopt. En andere metrics die enorm belangrijk zijn, is de cashflow margin. Die bepaalt hoe goed het bedrijf is met het omzetten van hun diensten of producten in daadwerkelijk cash. En verder kijken ze naar return on invested capital, de winstgevendheid dus die een bedrijf kan creëren met het geïnvesteerde kapitaal. En de Free Cash Flow Stability, die bepaalt hoe consistent een bedrijf is in het creëren van een positieve cashflow. Bankaandelen worden iets anders gescreend, namelijk met Return on Equity en Debt to Assets. Ook wordt er gekeken naar Price Momentum, de Dividend Payout Ratio, het percentage cash dat het bedrijf uitkeert als dividend, en een 5-jaars dividendverhoging. Op basis van al deze punten krijgen aandelen een bepaalde Size Adjusted Income Score en die bepaalt hoe groot het aandeel vertegenwoordigd moet worden in het ETF. Verder wordt er nog gekeken naar ESG-criteria. Dit staat voor Environment, Social en Governmental. Met deze criteria probeer je controversiële bedrijven eruit te pikken. Bijvoorbeeld bedrijven die te maken hebben met controversiële wapens, wapens voor retail, kool, olie- en gasextractie en tabaksproducten worden bijvoorbeeld niet in dit fonds meegenomen. Wanneer een bedrijf stopt met het uitkeren van een dividend, wordt het nog dezelfde of de volgende maand uit het fonds gegooid. In theorie beleg je met het fonds dus in aandelen die winstgevend zijn, cash kunnen creëren voor de aandeelhouders, een stabiele cashflow hebben en die hun dividend de laatste vijf jaar hebben verhoogd. Daarbovenop investeer je niet in controversiële bedrijven en worden bedrijven die hun dividend schappen er bijna gelijk uitgegooid. Dit heeft er dan ook allemaal voor gezorgd dat je met deze ETF de wereldwijde markt, en daar gebruik ik even de Vanguard All World ETF voor, hebt outperformed. Een mooie index dus met goede regels en ook nog eens een heel mooi rendement. Vandaar op mijn plek nummer 1. Op plek nummer 2 staat een ETF die hier enorm veel op lijkt, namelijk de Fidelity US Quality Income ETF, ofwel FUSD. Dit fonds is bijna identiek aan FGQ, maar investeert alleen in de Verenigde Staten. Dit fondsgrote is 762 miljoen en je betaalt 0,25% als expense ratio. De dividend yield is op dit moment 1,77%, dus wel een stuk lager dan FGEQ. In totaal beleg je met het ETF in 114 aandelen, voornamelijk weer in mega, large en medium market caps. Je bezit dus alleen aandelen uit de VS en voornamelijk in de technologie, gezondheidszorg en consumentengoederen. De top 10 is goed voor 22% van de index, met Apple weer bovenaan met 5,9%, daarna Microsoft met 4,9% en weer Nvidia met 1,7%. Je ziet dus ook wel dat de top 10 redelijk hetzelfde is gebleven, maar de bedrijven een grotere allocatie hebben. De regels voor het ETF zijn hetzelfde als voor FGEQ. Je belegt dus weer in aandelen die winstgevend zijn, cash kunnen creëren voor de aandeelhouders, een stabiele cashflow hebben en die hun dividend de laatste 5 jaar hebben verhoogd. Dit ETF heeft de S&P 500 redelijk goed bijgehouden in het totale rendement. Ook weer een goede index dus met hele goede prestaties. Op nummer 3 staat SPYD, de S&P US Dividend Aristocrats ETF. Dit ETF belegt in dividendaristocraten. Dit zijn bedrijven uit de Verenigde Staten die 20 jaar lang onafgebroken hun dividend hebben verhoogd. Je verwacht met dit ETF zowel kapitaalgroei als dividend en dividendgroei. De fondsgrootte is 4.640 miljoen euro. Je betaalt 0,35% expense ratio en de huidige yield is 2,14%. Je belegt met dit ETF in 119 aandelen en vooral medium, large, mega en small market caps. De top 10 aandelen zijn goed voor 17% van het totale ETF met als grootste positie VF Core met 2,5% Walgreens Boots Alliance met 1,8%. En 3M met 1,7%. Je zit weer voor 100% in de Verenigde Staten. En bent dus niet gespreid over de hele wereld. Dit komt vooral omdat dividendaristocraten niet echt een ding is in Europa of andere delen van de wereld. Je zit wel goed gespreid over de verschillende sectoren. Voornamelijk 15% in de industrials, consumentengoederen, financiële diensten en nutsbedrijven. In het ETF zitten dus bedrijven die 20 jaar lang hun dividend onafgebroken hebben verhoogd. Dividendaristocraten hebben dan ook vaak de kenmerken van een gezond, goedlopend en eigenlijk wel saai bedrijf met een hele grote marktpositie. Deze bedrijven kunnen hun cashflow voor een lange periode verhogen, zijn toegewijd aan hun dividend en kunnen hun aandeelhouders dus belonen met elk jaar een dividendverhoging. Dit is eigenlijk precies wat ik ook zoek in mijn aandelen en veel van mijn losse aandelen zijn dan ook dividendaristocraten. Verder zorgt het ETF ook nog eens voor enorm goede rendementen. Dit ETF heeft in de laatste tien jaar beter gepresteerd dan VWRL en ligt sinds kort ook weer op koers met de SP500. Je ziet dan ook vaak dat in slechte tijden dividendaristocraten erg populair worden. Dit komt omdat het dus al gevestigde, winstgevende en saaie bedrijven zijn die niet gebaseerd zijn op hype. Deze bedrijven doen het dus ook goed in mindere tijden en blijven eigenlijk altijd gestaad doorgroeien. Nummer 4 op de lijst is TDIF. De Van Eck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders. Dit ETF heeft een fondsgrootte van 370 miljoen, een expense ratio van 0,38% en een dividend yield van 4,36%. Een heel stuk hoger dan de andere drie. Je belegt met dit ETF in 100 aandelen over de hele wereld, in vooral mega en large market caps. De top 10 is goed voor 31% van het totale ETF, met Verizon op nummer 1 met 4,8%. Total Energy is op 2 met 3,8% en op 3 Altria Group met 3,6%. Je zit gespreid over de ontwikkelde markten, met onder andere 21% in de VS, 13% in Frankrijk, 11% in Japan en 11% in Duitsland. Je zit redelijk zwaar in de financiële diensten met 33% van de totale allocatie, nog eens 12% in de gezondheidszorg en 10% in energie. Dit ETF heeft ook duidelijke regels. Zo moet er uiteraard weer dividend worden uitbetaald, maar mag het dividend per aandeel niet lager liggen dan het dividend per aandeel van 5 jaar geleden. Op deze manier zorgt de index niet per se voor dividendgroei, maar ook niet voor dividendverlaging op de lange termijn. De payout ratio is minder dan 75%. Dit zorgt ervoor dat je gezonde bedrijven pakt in plaats van yield traps. En op basis van deze criteria worden de 100 bedrijven met de hoogste yield in het ETF gestopt. Een bedrijf kan niet meer dan 5% van de hele index zijn en een sector niet meer dan 40%. De index wordt om het halve jaar geherbalanceerd. Met dit ETF beleg je dus vooral in hoge dividendaandelen en niet zoveel op groei. Dit zie je ook terug in de rendementen. Dit ETF loopt nu net weer gelijk aan VWRL na een lange tijd een de perform te hebben en ook Fusa blijft gewoon veel betere rendementen behalen. Deze rendementen zijn trouwens al inclusief dividend. En dan, last but not least, nummer 5, VHYL, de Vanguard All World High Dividend Yield ETF. Met dit ETF beleg je in hoge dividendaandelen over de hele wereld. De fondsgrootte van dit ETF is 3.202 miljoen euro, heeft een expense ratio van 0,29% en heeft op dit moment een dividend yield van 3,7%. Je belegt met dit ETF in 1807 aandelen, voornamelijk medium, large en mega market caps. De top 10 is goed voor 13% van het ETF met als grootste positie ExxonMobil met 1,8%. Op nummer 2 staat Johnson Johnson met 1,6% en op 3 staat JP Morgan met 1,5%. Dit ETF is gespreid over de hele wereld met 43% in de VS, 7% in Japan, 7% in het Verenigd Koninkrijk en nog 4% in Zwitserland. De rest is natuurlijk nog weer gespreid over een hele hoop andere landen, waaronder nog Canada, Frankrijk, Duitsland, China en Australië. Met dit ETF zit je goed gespreid over de verschillende sectoren, waaronder 24% in de financiële diensten, 11% in de consumentengoederen, 11% in de gezondheidszorg en nog eens 9% in de industrie. De aandelen worden geselecteerd in het volgende proces. Allereerst pakken ze de FTSE All World Index. Daar halen ze alle REITs uit en alle aandelen die geen dividend hebben betaald. In de afgelopen 12 maanden. De overgebleven aandelen worden gerangschikt van hoog naar laag dividend. Er wordt een gemiddelde yield uitgerekend van alle totale aandelen en aandelen die 55% onder deze gemiddelde yield liggen, worden uit de index gegooid. Aandelen die nog niet in de index zitten, maar in de 45% gemiddelde van de yield zitten, worden toegevoegd. Op deze manier hou je dus een hele hoop aandelen over die een bovengemiddeld dividend yield hebben. Echter heeft dit net als bij TDIF als resultaat dat je de markt flink underperformt op groeivlak. Want ook VHYL heeft VWRRL niet verslagen in de laatste 10 jaar. Als laatste wil ik nog even kijken naar het rendement van alle ETF's over de laatste 5 jaar. Bovenaan staat FUSD die over het algemeen de laatste 5 jaar het beste gepresteerd heeft. Daarna komt SPYD. Op nummer 3 staat FGEQ. En toch wel ver onderaan staan TDIF en VHYL. Al met al hangt het dus heel erg af wat jij wilt bereiken met dividend investeren om te zeggen welke ETF nou het beste is. Ben jij bijvoorbeeld al met pensioen en wil je nu een hoog dividend voor een passief inkomen, dan is Tadis misschien wat voor jou. Wil je daarmee ook gespreid zijn over de hele wereld, dan is de Vanguard High Dividend ETF misschien een betere keuze. Maar heb je nog een lange beleggingshorizon en ben je vooral op zoek naar dividendgroei, dan is de US Dividend Aristocrats misschien de beste keuze. Wil je zowel kapitaalgroei als dividendgroei en ben je bereid hiervoor de huidige dividend yield lager te pakken, dan is de Fidelity Global of US Quality Income ETF misschien wat meer voor jou. Beleggen is vooral de keuzes maken die passen bij jouw beleggingsplan beleggingshorizon. Daarom is het voor iedereen gewoon anders. Aangezien ik nog een lange weg te gaan heb, is dit voor mij de top 5. Ik wil kapitaalgroei en dividendgroei, waardoor ik de US Dividend Aristocrats en de Fidelity Global Quality Income ETF heb toegevoegd aan mijn portfolio. Ik ben ook van plan om een kleine positie in TDIF te zetten, vooral voor de hoge dividend yield. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet, ik ben geen financieel adviseur en dit is ook geen financieel advies. Maar zoals altijd, wil je nou aan kennis rijker worden op het gebied van beleggen? Abonneer dan nu op Rijker Beleggen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.